Doet hij het al? Ja, hij doet het al. Kan alleen die niet. Good afternoon, driver. You're driving an MOV leading for VEP, which is on a stopping train from Kent bound for London Bridge Station. During this scenario, you're not required to stop exactly at stopping point, but do aim to stop at the appropriate point. When you are ready, open the doors. Be aware of your inbound journey. You have been having one or two electrical niggles. Keep an eye out for any problems before something serious occurs. Oké. Nou, gaan we eerst die even instellen. We hebben geen train number. Wij zijn van Crystal Palace. Gaan wij naar London Bridge Station. Doen we met een Class 419. En het is van British Railways gewoon. Dus dan doen we even de broadcast aan en dan pakken we de kaartje erbij. De kaartje zal moeten pakken. Hier, mooi. Let's go. Deurtjes open. Oh ja, kan ook wel zo. Lappies, hè? Waar rijden we mee met dit ding? Hier zitten de batterijen in. Maar het is gewoon een batterijterrein met een klassieke voorwerp erachter. Werkt ook op third rail. En we hebben natuurlijk de mail erbij. Van DGG blijkbaar. Dus alle mail van DTG. Alle mail van DTG. Ga naar voren, stom ding. Even kijken. PBS, good evening, welcome. Yes, is the battery train. Reacties van fouten die niet gelezen worden. Op naar Gypsy Hill. Of Gypsy Hill. Gypsy. Erg donker. Hans, goedenavond, welkom. Zou me niks verbazen. Ik heb me aangezet, maar dat doet niks. Dat is beter. In ieder geval geen vacuum breaks, dat is in ieder geval. Even kijken, hoeveel hebben we? 1, 2, 3, 4, 5. Dan hebben we WS Hype.
Let's see the doors fly open. Everybody out. Had ik ook nog postladen nog niet? Zal het zijn. Alle 30 miljoen brieven van Mr. Johnson zomt in hierin. The final. Releasing the bricks. En let's go. Wat een lelijk ding dit eigenlijk. Gewoon een vierkante doos. Maar het zijn... Wat vind jij geen vierkante doos en wat vind jij niet lelijk? Als het RAB is, vind ik dat niet... Vind ik het niet lelijk. Zo. Oh. Dat was ook niet de bedoeling. Dat is geen Rutger als je dat bedoelt als de AWS. dit is een mooi motorwagen met historie. Ja, zover ik heb gelezen is deze wagens die werden gebruikt voornamelijk op de Gatwick of zo, of nee, richting de boot. Dus ze reden op zeg maar elektrische routes, maar dan het laatste stukje moesten ze op batterij rijden, omdat ze namelijk geen bovenleiding en niks hadden en diesel niet van toepassing was. In ieder geval in de West Northwood. Ja, de Jaffa Cake livery, daar komen die Jaffa Cake koekjes vandaan. Nooit een Jaffa Cake gehad, maar goed. Ik moet nog ontdekken dat andere blokken dozen ook historie hebben. Volgens mij was dit wel een product van DTG zelf. En op zich is het geen slecht ding hoor. Dat is alleen dat de toeter misschien inderdaad misschien iets standaard is. Maar volgens mij is dat gewoon zo als je zo kijkt naar dit ding. Maar goed. Op zich niet slecht. Leuk dingetje. Op zich, zeg maar, deze cabine is een klein beetje, ja, beetje standaard. In de weer lapjes volgens mij. Die doet het niet eens. Het is een beetje default. Maar goed. Die
cancelen. Echt serieus, hoe vaak moet je die toeterwoord niet horen? Dan zou je gek worden de hele dag hier. En we gaan naar rechts. We gaan niet snel. Wat gaan wij? 26 km per uur. Topsnelheid. Next station, Tulse Hill. Exit hiervoor, you know what. Because you're on the station and I'm driving too fast. Brake, brake, brake. All the brakes. All the brakes release. You saw nothing. Zeg, want ik was even benieuwd naar de modellering hierop. Op een of andere manier heeft dit de hele laatste tijd, want dat kreeg ik ook al zo. Ik zag die badge die het last 89 is. De detaillering is op zich prima, maar gewoon, ik weet niet of dat verschillende mensen doen of zo. Nee. Niks. Nummer 3 is ready. Nummer 3 afhalen. Wat zijn mijn spieringen? Ik heb op spoor. ja, we moeten toch rijden, hè? Dus we gaan in ieder geval lekker door. Oh, double yellow. Samson, dankjewel. Ik dacht serieus, ting. Wat? Oeh, tunnel. North Dulwich. Even wat zachter, anders dan is het oorverdoofd. Not again, ik ben weer aan het testen. Oh, geweldig. Oh, geweldig. We moeten naar beide stations. Geniaal. Wat is er? Ging het op precies de goede moment af, studio? Of was ik dat zou wat zijn, hè? Als die melding komt en jij precies op dat moment het ook krijgt, of op de warning knop drukt of wat dan ook. Oh ja, je hebt mij trouwens wat gestuurd. Ik heb dat helaas nog niet verwerkt, Oscar. Ik ben dat helemaal vergeten. Ik hoop dat voor volgende week klaar te hebben. Dus,
Maar je weet wat ik bedoel. Nou nee, ik schrok. Ik was aan het multitasken die dat oplet. Kunnen wij East Dole een beetje zien liggen? Of, had a good day? Yeah, I've had a good day, busy day, but fine. Ladies and gentlemen, we are slowly approaching North Dulwich. Slowly. Very slowly. Did anything? Well, I need to process some files, process other stuff and so on. It's a busy day. And also preparation for the stream and so on, so on. I'm keeping busy in these days. Ik kan niet iets Dulwich nog zien. Dus, oh ja, kom vanzelf hier. Ja. Volgens mij zit iemand over de vloer te krassen met me, boven met een stofzuiger. Op zondagavond om 8 uur. Marco, goedenavond en welkom. Bestelling voor Oscar. 3 Chinese lumpia's. Ja, ik ga wel eens aan het werk en dat op zondag. Leo, het houdt niet op. In ieder geval niet voor mij. Eten. Wat je. East Dulwich. Ladies and gentlemen, next station is East Dulwich. Let's go. More power. Oeh, eindelijk. Ik ben nu bezig met updates waarbij Chris over een CT voor heeft gezet. Was van oktober 2018. Zo lang uitgesteld. Nou, op zich, je hebt volgens mij, als je het eenmaal jouw updates hebt geïnstalleerd, in ieder geval alles waar CT voor zou moeten staan, en dan gewoon even een scenario openen en opslaan, dan zou die als goed is de nieuwe naam moeten hebben. Je hoeft je niet eens wat aan te passen. Tenzij dat wil. Moet ik ook eens aan mijn baas vertellen? Ik kreeg even 2 maand salaris en op 1 dag. Ik denk dat er iets dan niet loopt. Oh, dat kan. Let's go. Als die trein Emma staat na het inladen. Ja, dat loopt. Volgens mij klopt de kaart niet helemaal, want we wijken wat af op dit moment. Of een station van East Dulwich is verplaatst. Nee. Gelijk wegsluizen. Ladies and gentlemen, next station is Peckham Rye. Peckham Rye. Tom, goedenavond en welkom.
A green and a warning for 20. I guess you need to charge this often. Well, actually, this train, once it is on third rail, is always driving on third rail. I'm currently not on battery. We have full charge. It's only used when it's necessary, otherwise it always is on third rail power. Because it's not that powerful on battery. I think it is limited or something, but the manual is a little bit incomplete on that part. It's a basic manual only, and yeah, I need to figure out how to do it. Peckham Rye, exit is on the right. Oh, het gebouw is in één keer een stuk kleurrijker. Nou, op zich niet slecht hoor, de Jaffa Cake livery. Bruin, oranje, bruin. Load 7 tons evenly distributed. Jeppa cake livery. Jeppa, als jij third rail hebt op jouw route, dan gooi ik dit ding daarop, oké? Okay? Dan heb jij je speciale livery. The only way to recharge the battery is to sit on third rail for 3 hours. Yeah, it's not that powerful. Nou, dan gaan we ombouwen, Jeppa. Dan gaan we gewoon fourth rail maken. Queens Road Peckham. Alleen maar bestellingen die klaar zijn. Ja, ze worden niet afgehaald. Breaks doen het niet. Nu wel. Ik vind het goed. Ik ga hem ondertussen even rechargen. Ik zei toch? Oh dear, it looks like the electrical problem manifests itself in the people. Of a bunch of scumbag wankers. We have to examine the London Bridge when you arrive. For now you will have to use the automatic air brake. And who? I will use that one. Oh.
Oké, dan doen we dat. Stefan, goedenavond en welkom. En Ben, also good evening and welcome. Yeah, we have a brake problem. Dang it. Zout nog wat of zo? Zout Vermont. Ja, electrical braking problem. Walter, goedenavond en welkom. Evil Ed Logan. Ja, ik zou even Evil Ed of Ed even een berichtje moeten taggen. Zo van, ja, yeah, I drove the MOV tonight and you broke my brakes. It wouldn't stop unless it was an emergency. Great. Manually lapped brakes. Oh, echt waar. Dat is de beste manier voor deze brakes. Het is Sierra, goedenavond en welkom. Het is fris. Ik heb geen idee hoe warm het is buiten bij mij, maar volgens mij aardig warm. Goedenavond, welkom. Naar voren, niet naar achteren. Een graadje of 3. Oh, 5 graden blijkbaar. Oké. Een zoute Bermondsie. Ik heb geen idee wat mijn kaas zo afwijkt op dit moment. Maar goed. Oh, is dat. Wacht even, heb ik dat niet gefixt? Current PC time. Oh, dang it. Een eeuwigheden oude bug, Remco, in Windows is hij checkt niet met opstarten. Voor de time Windows servers. Nou, ik vanochtend met deze PC ook. Toen was het in 1 keer om 12 uur en toen bleek het al 1 uur te zijn. En goedenavond en welkom. Geen last van gehad. Ah, oké. Ja, ik wel. Maar goed. Is gefixt. Stopt hier nog?
Ik ben niet zo'n fan van many LED breaks in als ik niet zie hoeveel air ik erin pomp. Next station, London Bridge. Let's go. Staat er gewoon op met de zomerstijd, staat even voilà, klok weer nu toe. Firefox zou daar op zich geen invloed in moeten hebben, zover ik weet. Maar goed. Seven miles. Jeppa is op de helft met de CT 2018 update. Jeppa, je loopt achter. Oftewel, Rob-Jan leed voor Jeppa. Parallelvaart. Daar hadden ze gewoon dat af mogen schrappen vorig jaar. Gewoon één tijd, punt uit. Hoppa. Zo was het vroeger ook. Zelf niet meegemaakt, maar ik snapte de voordelen. Roelof, goedenavond en welkom. Serieus? Deze trein out of service nemen zometeen. Even kijken, lab. Oh crap. Ik zou zeggen, hoe druk moet het hier zijn? Roelofs ligt te dutten. Hier spreekt het antwoordapparaat van Cleo. Met geautomatiseerde berichten. Zo
dat is echt wel grappig. Dit is de originele bedoeling van dit ding. Post, newspapers. Ladies and gentlemen, next station is London Bridge. Please exit the train. This train terminates here. Waterpost 2.0. Ja, batterij. Maar was er een probleem namelijk hiermee met, of was dat een andere? Nou, in ieder geval, master your machines with the Train Simulator Academy. De slogan van 2015. vanaf dinsdag niet meer te snel staan prijs. Ja, zou me niet verbazen, het is toch al afgenomen, dus... bla bla bla. Scenario complete. Echt, de bestellingen die vliegen de deur uit, hè? Somebody ordered some Chinese food.